Nou, wij weten dat als wij platform PulseCore voor de eerste keer draaien bij een klant, dat we een gemiddelde besparing op energieverbruik kunnen halen van 20% tot 25%. Digitalisering helpt ons duurzaam te worden. Data is overal, maar voordat je het kunt gebruiken, moet je het toegankelijk maken. Jazeker, data is niet in alle maten en in alle vormen beschikbaar om er iets mee te gaan doen. Je zult het moeten binnenhalen, je zult er in de processen sensoren voor moeten plaatsen, je zult systemen moeten uitlezen en die hebben allemaal hun eigen taal. Gerard, geef mij een voorbeeld. Bijvoorbeeld een comfortsensor in een kantoorgebouw. Wat is dat? Een comfortsensor die meet in een ruimte CO2 en temperatuur, die meet de luchtvochtigheid. Dus die sensor die meet allerlei data waarvan je kan afleiden van werken we in een comfortabele, gezonde omgeving. Maar dat weten mensen toch zelf ook? Het is heel interessant om zeg maar naast wat mensen voelen en denken over comfort, om die objectieve meetdata te hebben. Om zo na te kunnen gaan van wat kan er verbeterd worden in die comfortabele werkomgeving. We hebben die mensen wel gelijk. Ja, maar ook al hebben die mensen wel gelijk. Ja. Dat klopt. Maar het gaat verder. Het gaat verder op het moment dat je de stofgedeeltes in het gebouw kunt meten en je kunt aantonen dat mensen op een ongezonde werkplek ongezonde lucht inademen, zullen ze waarschijnlijk ook eerder sneller ziek worden, waardoor dat je productieuitval hebt en verlies. Dat wil je voorkomen. Oké, dat is super interessant. Je kunt alles weten over zo ongeveer alles. Maar je moet het wel toegankelijk maken. Je moet het binnenhalen en je moet weten wat er staat. Je moet kunnen lezen wat die data je vertelt. Hoe doe je dat? Nou, wij zorgen ervoor dat de data die we binnenhalen presentabel wordt gemaakt in makkelijk leesbare grafiekjes en tabellen. Waardoor je kan zien wat het energieverbruik is, wat de bezetting is op een weg, hoe een brug presteert. Dus wij maken allerlei dashboards voor onze klanten om dat zo makkelijk mogelijk te maken. Oké, dan is dat eigenlijk PulseCore? Dat is onder andere PulseCore. Wat is dat precies? Nou, PulseCore is een platform waarbij we data uit gebouwen halen op gebied van energie, comfort, asset performance, benutting, bezetting. Asset performance. En operatie. Wat is asset performance? De prestatie van de apparatuur in een gebouw. Asset, de apparatuur in een gebouw. En nou, die data halen we bij elkaar op één plek. En vanuit die één plek kunnen we data inzichtelijk maken in die handige tabellen en grafieken. Om op basis van die inzichten klanten te adviseren over het verduurzamen van hun gebouw of over het beter laten presteren van de assets, van de apparatuur in gebouwen. Waarbij je natuurlijk ook kan denken aan bruggen, aan wegen, aan glasvezelnetwerken. Ja. Dat kan je heel breed trekken. En dit is natuurlijk best ingewikkeld om al die data volgens dezelfde normen toegankelijk te maken. Dat is echt een probleem, denk ik. Nou, is dat inmiddels getackled? Of zijn hier nog problemen? Kijk, Spie staat, geen uitdaging is te groot, geen vraagstuk is te klein. Maar wij lossen dat op. En dat doe je door middel van het gesprek aan te gaan met zowel de leverancier van het productportfolio wat geïnstalleerd is. En je gaat met de klant in overleg welke data hij zichtbaar wenst te hebben. Daarnaast voegen wij de expertise toe op het gebied van beheer en onderhoud. Om te zorgen dat we die assets zo lang mogelijk in een hele goede geconditioneerde status kunnen houden. Waarom wacht je op de klant om te vertellen wat hij nodig heeft? Waarom weet jij niet wat de klant nodig heeft? Wij adviseren de klant mede. Weet je het niet beter dan? Ja, wij weten. Nou, eigenlijk. Nou, ik word hier helemaal gelukkig van. Want ik denk dat het hier naartoe gaat dat wij op basis van die data steeds beter weten wat de prestatie van een gebouw is of een brug of een sluis. En daardoor proactief naar klanten toe kunnen gaan. Van klant, je zou dit of dat moeten doen om te borgen dat je apparaat, je gebouw goed blijft presteren. En dan moet je Spie even bellen om dat uit te voeren. Dat nou, is nog sterker, het idee natuurlijk. Spie even bellen. Ja. Spie belt de klant. Van klant, we hebben dit in de data gezien. Klant, wij adviseren je om dit of dat te gaan doen. Dat is het creëren van data. Dus wat je nodig hebt is zoveel mogelijk data. Hoe meer, hoe beter. Oké. Ja. Dus kun je me een voorbeeld geven van wat er nu echt nodig is en hoe je dat zou aanpakken? Nou, bijvoorbeeld in de verduurzaming van een gebouw.
is het ontzettend belangrijk dat je heel veel data binnenhaalt vanuit de hoofdenergiemeter of ook het energiegebruik meet van allerlei apparaten in het gebouw. Al die energiedata op één plek bij elkaar brengt, inzichtelijk maakt in tabellen en grafieken. Om op basis dan van analyse van die data conclusies te kunnen trekken van nou klant, je moet dit of dat met je gebouw doen om dat energieverbruik substantieel naar beneden te krijgen. Over wat voor rendementen heb je het dan? Nou, wij weten dat als wij platform PulseCore voor de eerste keer draaien bij een klant, dat we een gemiddelde besparing op energieverbruik kunnen halen van 20-25%. 20-25%? Ja. Alleen door die data te analyseren, inzichtelijk te maken en de klant te adviseren. Omdat mensen te slordig zijn om de verwarming lager te zetten op tijd. Zo is het toch, Jacob? Nou, in sommige gebouwen eigenlijk kun je wel die verwarming niet lager zetten natuurlijk. Want die hele knop ontbreekt. Dus dan is het gebouw misschien wel helemaal niet goed ingesteld vanaf dag 1. Dat is ook wat je vaak tegenkomt, omdat de oude systemen helemaal die mogelijkheden niet hebben. Dan moet er nu een enorme run zijn ontstaan op dit soort, systemen. Iedereen wil dit 25%. Wil ik thuis ook. Het zijn soms ook open deuren, hè, want echt te bizar voor woorden. Een van de dingen die wij vaak constateren is dat een gebouw in het weekend, een kantoorgebouw in het weekend, gewoon volledig door blijft draaien. Hè, als het gaat om verwarmen of koelen. Terwijl er helemaal niemand in dat gebouw zit. Het is echt laaghangend fruit waar je het over hebt. En het is heel makkelijk binnen te halen. Zet sensors, creëer data, dat is het eigenlijk. Wat kan er fout gaan bij het creëren van data? Nou kijk, je moet wel zorgen dat de data gevalideerd zijn. Hè? Dus je moet zeker weten dat de data die je binnenhaalt, dat kloppende data zijn. Hè? Dat de temperatuur die je meet echt de temperatuur is. Maar gaat het wel eens mis? Dat gaat wel eens mis. Hè? Bekend voorbeeld is als je een temperatuursensor aan een plafond hangt. Nou, hoog in een ruimte is het altijd wat warmer. Oh, ja. Meet je de verkeerde waarde. Hè? Even open deur, maar een mooi voorbeeld. Wel een beetje dom om daarop te hangen. Heel dom om daarop te hangen, maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Of een ander voorbeeld is dat je niet borgt dat de data die je ophaalt, dat dat op een veilige manier gebeurt. Dat niet te hacken is door allerlei figuren. Bijvoorbeeld. Heel belangrijk, maar wordt vaak vergeten. Dit is toch ook wel de toekomst, denk ik. Er is nog veel meer mogelijk als het gaat over data. Er zijn zoveel mogelijkheden. Waar wil je naartoe, Als je alleen al kijkt naar waar wij naartoe gaan en wat we ook al doen is dat we preventief en predictive maintenance doen. Dat betekent dat we voorspellen wanneer een installatie gaat uitvallen. Voorbeelden van zijn een pompset in IJmuiden. Waar we op basis van een algoritme bepaald hebben dat van de 6 pompen er nog waarschijnlijk 1 kapot is. En dan voorkom je dus dat die pomp tijdens dat die in bedrijf is niet uitvalt. Je kunt het dus van tevoren repareren. En dat voorkomt dus een heleboel ellende achteraf. Graag willen wij, en dat zullen wij ook blijven doen, die omgeving continu bewaken om te zorgen dat dingen niet meer uitvallen. Vond je dit interessant? Fijn. We hebben nog meer korte podcasts over digitalisering om je kennis te verdiepen.